van de Veer. Yes, goedenavond. Het is donderdagavond, 28 september. Ja, zoals jullie wel allemaal weten, luisteraars, wij zijn pas verhuisd. Ja, we hebben heel veel gedaan om alles voor elkaar te krijgen hier. En vanaf vandaag zijn de open dagen begonnen. Vanavond voor de ondernemers, de adverteerders onder andere, die komen dan langs. En het wordt officieel geopend door Tienke van der Werf. Dus dat is een feestelijke opening met champagne, koffie en ik hoop dat er heel veel publiek op afkomt. Ik ben benieuwd. Ik ga lekkere plaatjes voor je draaien. Nelly Furtado komt eraan, Turn Off The Light. Maar dit is eerst Hot Shell Ray. And I like it like that. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze open avond die wij hier georganiseerd hebben voor onze relaties en onze gasten, vaste klanten, et cetera, op ons nieuwe onderkomen hier op de Ringbaan Zuid 8B. We hebben 25 jaar lang lief en leed gedeeld, leuke dingen meegemaakt, slechte dingen meegemaakt op de Schoolstraat 15A. En we zijn heel blij dat wij hier naartoe konden en mochten. Inmiddels was het al zo dat wij een klein beetje uit ons jasje gegroeid waren. Dat wij overdag gewoon te weinig plek hadden voor mensen om bij de Schoolstraat allerlei kantoortjes, noodkantoortjes in te richten. Dus dit is een welkome oplossing. Nogmaals allemaal hartelijk welkom. Wij hebben een speciale gast vanavond uitgenodigd. Dat is mevrouw Tienke van der Werf, wethouder van de gemeente Zevenaar. En ik geef u graag het woord. Ja, nou bedankt voor de introductie. Volgens mij is er nog een wethouder hier in de zaal. Dat is Hans Breunissen uit Westervoort. Wij zijn wat dat betreft collega's ook in dezelfde portefeuille. Dat ik hier sta is vanwege mijn portefeuille kunst en cultuur. Media hoort daar ook onder. En het was even heel spannend. En ik ben blij dat jullie dit onderkomen hebben gevonden hier. Hartstikke mooie plek vanuit Zevenaar. Dat is natuurlijk toch ook een centrale plek in de Liemers. En dat is ook jullie voedingsgebied. Ja. Jullie staan heel dicht bij onze inwoners. Ik hoop dat dat ook echt zo blijft. Hè? Dat jullie gehoord en gezien worden. En hè, dat jullie ook de uitstraling van onze regio blijven behouden. Je hebt ook groot draagvlak, ik heb het even opgezocht, meer dan 400.000 mensen. Een luisteronderzoek van 2-3 jaar geleden. 180.000 luisteraars, vooral 's ochtends tussen 7 en 10. En 's middags tussen 5 en 7. En natuurlijk ook heel veel sponsoren en daar blijkt ook dat draagvlak uit. Ook maatschappelijk dragen jullie een steentje bij. Je hebt daar net al wat van verteld. Ja. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die vinden hier een plek. Ja. Er is ook een grote club vrijwilligers. Het is natuurlijk hartstikke goed. Heel mooi dat jullie daar ook je verantwoordelijkheid in nemen. Dat is zeker te waarderen. Er zijn een aantal gemeentes waar je voor jullie uitzenden. De streekomroep is RTV Favoriet. Ik struikel er altijd een beetje over. Dat is de gemeente Zevenaar, Westervoort, Rijnwaarden, Doesburg en Duiven. Hè? Dat is het op dit moment. Regio nieuws, veel muziek. De gemeente Zevenaar en Rijnwaarden die gaan binnenkort samen. Dus dan moeten we ook wel weer wat. Hè? Dus dan moet er ook, omdat er een nieuwe gemeente ontstaat, moet er ook een nieuwe machtiging worden afgegeven. Dat zijn altijd een beetje spannende momenten. Ja. Maar ik weet zeker dat net als de vorige keer, waar wij daar ook met elkaar positieve stappen in zullen zetten. Die herindeling die is natuurlijk best bijzonder. Hè? Dat gebeurt niet heel erg vaak. Betekent ook dat we 22 november nieuwe gemeenteraadsverkiezingen hebben. Dus er komt een nieuwe gemeenteraad voor de nieuwe gemeente en ook een nieuw college. De andere gemeenteraadsverkiezingen in heel Nederland zijn pas in maart. Dus Hans heeft nog even de tijd, maar bij ons is de campagne al volop losgebarsten. En ik heb ook wel een beetje de hoop dat jullie daar wat aandacht aan besteden. Dus ik preek ook een beetje voor eigen parochie. Juist omdat we niet op een grote landelijke campagne mee kunnen liften, is het natuurlijk heel erg belangrijk dat onze inwoners hun stem laten horen. Ja. Dus dat zou heel mooi zijn als daar wat aandacht voor zou zijn. Nou, ik wens jullie heel veel succes in het nieuwe onderkomen. Ik heb net al even een preview gehad. Het ziet er allemaal fantastisch uit. En volgens mij is het moment om het glas te heffen. Ja.
Nou, heel mooi. Succes en proost allemaal. Dankjewel. Ik wil jou dit. Ah. Namens. Nou, kijk eens. TVR Mozaïek overhandigen en jullie heel veel succes wensen op deze nieuwe plek. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Goed. Nou, dat gaat zeker goed komen. Ik hoop het. Ik dank jullie allemaal. Kijk eens. Applaus voor alle medewerkers.